Ik ga jullie een nieuw merk presenteren. Ik ga nog niet vertellen wat het is, maar ik ben zo ontzettend enthousiast. Maar anders had ik het ook niet ingekocht. Eerlijk is eerlijk. In deze parfumerie staan alleen maar merken waar ik gewoon ontzettend verliefd op ben. Waar ik de kippenvelfactor bij krijg. Dus ik moet echt kippenvel krijgen bij geuren, anders komen ze er hier niet in. Hoe hip ze ook zijn, hoe mooi ze ook zijn voor de buitenwereld. Ik koop alleen maar geuren in waar ik zelf de kippenvelfactor bij krijg. Nou, ik ga je eerst iets vertellen over de parfumeur. De parfumeur heeft meer dan 40 jaar bij, nou hoop ik dat ik het goed uitspreek, bij Puig gewerkt. Dat is een heel toonaangevend merk. Daar was hij de specialist op geurgebied. En hij heeft voor ontzettend veel merken wereldwijd heeft hij geuren gemaakt. Hij is een ontzettende perfectionist. En sinds 2017 heeft hij zijn eigen label opgericht. Ook leuk om te vertellen. Het is een van de beste parfumeurs ter wereld. En deze parfumeur is maître parfumeur. Er zijn er maar een paar parfumeurs ter wereld die maître parfumeur zijn. Dat word je namelijk niet zomaar. Maria Candida Gentile, dat merk heb ik ook. Zij is ook maître parfumeur. Dus dat zegt wel iets. Dat word je echt niet zomaar. Goed. Een beetje alsof je doktersassistent bent of je bent hartchirurg. Dat is een heel groot verschil. En dat ruik je. Nou, ik ben nog steeds bezig om jullie nieuwsgierig te maken van welk merk is dit nu? Want het is echt super nieuw en ik kon niet wachten om het in huis te krijgen. Dus het is er nu en ik heb ze volop gedragen, want ik ben er helemaal gek op. Goed. Dit is een beetje over het merk. De meneer, de parfumeur waar ik het nu over heb, heet Rosendo Mateu. Ik spreek het vast helemaal niet goed uit, want het is een Spaanse man. Dus ik spreek het natuurlijk weer uit op zijn Nederlands. Excuus. Rosendo is dus een Spanjaard. Nou, ik ga eerst één geur bespreken. Het zijn er 5, maar ik pak nummer 3. Ik laat hier even de doos zien. Kijk eens hoe mooi. Alleen dit al. Het is net damast. Het is met relief. Gewoon die doos al, jongens. Geweldig. Heel mooi. Echt van deze tijd. Ja, chic. En echt ook modern. Dus het is echt iets van deze tijd. Dat straalt het hele merk uit. Echt luxe. Nummer 3. Zo spreek je het natuurlijk niet uit, hè, op zijn Spaans nummer 3. Dat snapt iedereen natuurlijk wel. Maar goed, let maar even niet op mij. Nummer 3. Oké, ik spray hem heel deftig. Niet op een strookje. Ik spray hem heel deftig in een geurenkelk. Zo heerlijk. Ik heb hem trouwens vandaag op, dus er mag best nog wel even wat bij. Deze geur, daar staat op Neroli, Iris en Witte Musk. Dat staat onder de 3. Neroli, Iris en Witte Musk. Maar dat is natuurlijk niet alleen waar het om draait. Dat zou wel heel simpel zijn. Hè? Dan ben je met een parfumeur en dan doe je 3 dingetjes bij elkaar en dan heb je een geur. Maar zo is het niet hoor. Hier gaan jaren aan vooraf. Parfums maken is niet zo ontzettend simpel als dat het lijkt. Nu over de geur, hè? Want ik blijf anders maar doorleuteren. Ik wil het altijd een beetje kort houden. Nummer 3. Wat ruik ik? Nou, wat zit erin? Nee. Wat zit erin? Oké. Nou, bergamot. En dat komt uit Calabrië. Dat is een citrus. En dat bergamot is altijd prachtig. Dat bergamot is altijd een beetje een soort stoere, frisse vrucht. Heerlijk, citrusvrucht. Neroli komt uit Tunesië. De neroli die hierin zit, komt uit Tunesië. De iris, Florentijnse iris denk ik, komt uit Italië. Daar staan de beste irissen. Ze gebruiken altijd de wortel, hè? Dus niet de bloem, maar altijd de wortel. En daar komt iris absolu
uit. Iris is heel duur. Dus het is meer een soort boter. Iris boter lijkt het wel. En de iris die hierin zit is een beetje leerachtig. En ik denk dat het ook door de combinatie komt van damascusroos en jasmijn. En de jasmijn geeft het weer dat sprankelen. Een beetje die sprankelende sfeer zit in deze geur, dames en heren. Ik vind ze alle vijf helemaal geweldig. Dus ik wil ze allemaal alle vijf zo snel mogelijk gaan reviewen eigenlijk voor jullie. Het is moeilijk om een geur natuurlijk weer te geven. Want je ruikt het thuis niet. Maar ik doe mijn best, laat ik het zo zeggen. Nou, dat is waar het een beetje om draait. Nou zit in de basis sandelhout. Sandelhout is een hele warme, volle houtsoort. Heel altijd warm. Dus je hebt koude houtsoorten, kille houtsoorten, laat ik het zo zeggen. En sandelhout heeft altijd iets heel warms. Dat geeft gewoon karakter aan een geur. Vetiver zitten in amber, cashmere, tonkabonen. Tonkabonen heb ik wel eens vaker verteld. Tonkaboon is een beetje vanilleachtig, poederachtig. Geeft een beetje vanille, poederachtige sfeer aan een geur. En daar zit ook vanille in en uiteraard witte musk. Want dat staat ook op de fles. Witte musk. Witte musk zorgt altijd een beetje voor dat schone. Dat schone, schoon wasgoed effect. Dat wil niet zeggen dat dit naar schoon wasgoed ruikt. Maar dat geeft, witte musk geeft wel altijd een dat effect aan de geur. Oké, wat vind ik er zelf van? Want dat vind ik ook leuk. Want ik kan van alles en nog wat opnoemen wat erin zit. En dat is maar een tipje van de sluier. Want een parfumeur zal nooit alles vertellen wat hij erin doet. En zo hoort het ook. Want daar hebben wij niks mee te maken. Klein beetje maar. De zon schijnt door deze geur heen. Dat vind ik. Misschien psychisch, omdat ik weet van goh, Spanje, Italië, Tunesië, al die landen, de zon, dat ga je dan natuurlijk voor jezelf al bedenken. Hè? Want het menselijk brein is goed in het bedenken van allerlei dingen. Maar de zon schijnt werkelijk door deze geur heen. Gewoon, vind ik. Nou. Wat vind ik van de geur? Ik vind hem heel elegant. Ik vind hem sprankelend. Ik vind hem chic. En ik denk als je als vrouw, als je hem opdoet, dan voelt het alsof je hele mooie satijnen lingerie aantrekt. Zo, ik hoop dat ik het goed verwoord. Satijnen lingerie, zo voelt het. Het voelt luxe. Het voelt, gewoon dat je al blij begint aan je dag. Dat je denkt, nou, deze dag kan niet een stuk. Gewoon, ik ruik lekker. Ik heb de mooiste geur op de wereld. Wat kan er nou verder nog gebeuren vandaag? Als je dit als man opdoet, is het ook heel leuk. Want het heeft ook iets klassieks. Je kent dat wel. Die Italiaanse mannen die iets uitstralen. Ze hebben dan een jeans aan en zo'n wit linnen overhemd. En zien ze er een beetje casual uit. Terwijl ze dat helemaal niet zijn. Want ze verzorgen zich heel goed. Dus voor een man, een zakenman bijvoorbeeld, is dit een geweldige geur. Voor naar je werk, echt geweldig. Echt buiten alle gebaande paden. Niet die vieze penetrante mannengeuren die je wel eens ruikt. Een hele, hele mooie geur. Ook voor jonge mannen trouwens. Dus ik vind man en vrouw, ja, ik doe niet aan man en vrouw in geur. Ik vind het zo idioot. Een geur heeft geen geslacht. Een geur is ook niet unisex. Ik bedoel, een geur is gewoon een geur. Maar daar ga ik nog wel eens vaker over hebben. Ik wil jullie daar gewoon een beetje in opvoeden. Die tijd is gewoon geweest. Een geur is gewoon een geur en je vindt hem lekker. En bij een man ruikt een geur nu eenmaal gewoon toch anders. Omdat hij eruit ziet als een man. Voor een man zou ik het ook sexy vinden. En dat zou voor een vrouw trouwens ook. Nou, ik vind hem dus elegant. Ik vind hem chic. Ik vind het een geur voor altijd. Nou, dat
Dat vind ik, dat is gewoon deze. Ik vind ze trouwens alle vijf helemaal geweldig. Maar ik ben met deze begonnen omdat ik die vandaag op heb. Maar ik had gisteren nummer 5 op. Oh man, oh, oh, oh. En ik ging naar bed met nummer 1. En ja, nou ja, goed. Zo gaat dat maar door. En eergisteren droeg ik nummer 4. Oh, 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 oh. Goed. Dit was het. Ik hoop dat jullie het inspirerend vonden. Ik hoop dat ik mijn best een beetje kon doen om over te brengen hoe ik dit voel met dit merk. Hoe blij ik ermee ben. Ik ben gewoon super blij met dit merk en ontzettend trots dat ik dit merk mag verkopen sowieso. Want het is niet zomaar makkelijk van, nou, ik wil dit merk, ik krijg dat. Nee, daar moet je wel wat voor doen. Dus daar ben ik heel trots op. Dank jullie wel voor het kijken en tot volgende keer.